dat hij niet jullie komt, dan overleeft het langer. Nee, ik schoot per ongeluk. Ja, trouwens, Guus ook. Ja. Ja, maar Guus is dan zo slim om dan gewoon midden over het veld heen te lopen met alle spullen die hij heeft. Ik zie niet eens meer. Je moet risico's Je moet risico's nemen, jongen. Daar gaat het leven. Daar ben je altijd als eerste dood. Ja, maar ik heb altijd de beste gear, jongen. Nee, dat is normaal nooit. Dus deze keer omdat ik alles voor jou heb gehaald. Hè? Dat is deze keer omdat ik alles voor jou heb gehaald. Als ik alleen loop, dan als wij alleen lopen en wij komen bij elkaar, heb ik altijd betere wapens als jij. Nee. Jawel. Nee. Ja, dan niet. Ik heb altijd de sniper. Met de gewone DZ nooit, jongen. Jawel. Heb je wel hetzelfde spel gespeeld als mij? Volgens mij heb jij een ander spel gespeeld. Heb ik al met jou gespeeld? Volgens mij heeft hij Scribble nou eens gespeeld, dat hij gewoon alles kan doen. Oh, dus zo komt hij als ik weer. Ben je open dus van mij weg? Ja, dat was Guus' idee. Nee, we zitten even te looten bij de military base en dan komen we zo meteen terug naar Cabernet. Hier liggen military boots. Oh, die wil ik eigenlijk nog wel hebben volgens mij. Volgens mij zijn er mijn damage. Even wachten, hè. Het plan was verzamelen in Stari. Ik was het verste weg van iedereen. Oh, trouwens, Guus, er komt iemand binnen bij de blauwe gate. Meen je dat? Ja, blauwe tas. Ben jij dat? Blauwe rugzak. Blauwe rugzak. Ben jij dat? Nee, ik heb geen blauwe rugzak. Jezus, ouwe niet, Tim. Blauwe rugzak bij de blauwe gate. Ja, waar is de blauwe gate? Ja, aan de kant, achterkant, ja, achterkant. Jezus, andere kant je, man. Hey, hou even stil. Hou hem even in de gaten als hij. Ja, ik zie hem. Er is één iemand. Twee mensen. Twee? Ik heb er eentje dood. Lul niet. En de andere ook. Oh nee, de andere niet. Ik hoorde één schot, was jij daar? Ik heb er eentje dood. Dus bij de poort, bij die poort, die blauwe gate, zaten er twee. Ah! Ben je dood? Ben je dood? Ja. Ik liep naar buiten en ze schoten me dood, jongen. Ik liep zo rustig naar buiten. Ja, kutspel, jongen. Dat is altijd gauw met deze. Dat moet je uitloggen, hè? Ja, dan leef ik nou nog, jongen. Ja, maar was het dan nog leuk? Was het dan nog leuk aan? Maar ik ben onderweg, Tim. Ik zit nu 1,5 kilometer ervan af. Nee, 1 denk ik. Ja, ik ga niet er naartoe, denk ik. Ik weet niet waar die andere zit, anders ben ik daar dood. Hij heeft wel een M4-1 trouwens. En in de military base. Yep. En eromheen zijn maar open velden. Yep, maar ik ben omgelopen. En maar ik heb ze geflankt. Ik viel ze van achteraan. Hey, maar Guus, waarom kun jij dus slecht luisteren? Hoezo? Er is iemand met een blauwe tas bij de blauwe deur. Ben jij daar? Nee. Ja, jongen, ik denk dat ben jij daar? Nee. Ben jij daar? Nee. 4 keer werd er al. Heb ik het 4 keer Ik ben unconscious, ik ben niet dood, hè? Oh, ik. Echt? Oh, dan moet je gebanded worden eigenlijk. Ja, ik ga even een ei bakken. Ik ben waarschijnlijk alleen maar al geroopt. Wat heb ik nou de koekjes gedaan? Ik ga dan met mijn motion van een beetje een afstand kijken. Ik ben nog steeds unconscious. Ik lig buiten de cellen. Ik zal even een beetje omlopen. Oh, ik zie het volgens mij. Ja, ik heb meer tijd bezig gezegd. Zie je de mensen of military base? Military base. Noorden, welke kant zit die gast? Noorden of Wij komen van het oosten, dus dan zit hij. Hij zit aan het westen, zuidwest. Zuidwest. Oké, daar kom ik ook vandaan. Dus ik ben heel erg omgelopen. Maar ik kan nou die schuur zien, en dan daar rechts naast zit het kamp.
Ik zie. Ja, ik zit in verder, Snack. Ik zit achter een boom. Ik zit achter een boom. Oké. Okay. Oh ja, ik zie jou. Doe eens Q&A. Hoe? Q&A. Doe wiggelen. Ja. Ik zit een klein beetje rechts kijken in het open veld. Kom. Wacht, hè. Sterren naar rechts. Oh ja. Ja, oké. Okay. Dit ben ik. Oh, dat voelt vet. Ik wil een keer iemand zien. Ja, en dan gewoon Maar die guy zit dus... Die kan ook goed aan de andere kant eruit gaan, dus ik ga een beetje op de heuvel zitten. Imagus. Jij bent nou rechtstreeks naar een military base gelopen, hè? En ik ben omgelopen, hè? Ik ben er na een kwartier ben ik nog steeds niet bij de military base. Wie heeft nou de beste gear? Ja, ik nog steeds. Ik leef nog. Misschien heb ik er wel. Beste gear. Nee. Nee, maar ik weet alweer wat ik fout had gedaan, jongen. Dat is wat Luc iedere keer zegt. Je moet gewoon afwachten. Ik was weer naar buiten gelopen, weet je wel. Dat had ik gisteren ook, ja. Toen ik was meteen er naartoe gelopen. Ik denk van, oh, volgens mij is je daar. Dan loop ik gewoon heen. En als... bovenaan die trap moeten gaan zitten, jongen. Gewoon, als ze omhoog liepen, dan doodschieten zo. Waar zit jij nou ergens? Ik zit nou op de heuveltje, links. En ik loop een beetje... Ik ga een beetje verder omlopen, van de andere kant kijken, want... Ik loop ook een beetje mee. Ik ben beter aan de andere kant gaan, beide kanten. Ja, maar daar was niks. Dat was alleen maar open veld en waar ik eerst zat. De koffer was daar super slecht. Je zet geen net. Ja, maar ik denk dat hij weg gaat lopen. Dan via de andere kant of zo. Hoeveel waren het er nou nog? 1 of 2? Ja, maar die boom, dat was de eerste koffer aan de hele hoek van waar we vandaan kwamen. 180 graden om het kamp heen. Was dit de eerste boom waar de koffer had? Ik ga nou trouwens tegen de muur aankijken, overheen kijken met dat verrassen. Ben je nou bij het kamp? Ben je er al? Ja, ik ben nou bij de muur, aan de linkerkant van jou. Sim? Ik zie hem, hij is er nog. Waar zit hij? Aan de linkerkant, hij loopt al een rode tas. Er zijn nu twee gasten! Tim dacht dat hij dood had. Er komt naar de poort, naar de andere poort. Welke andere poort? Beetje links van die andere poort. Vanuit jouw plek zou je hem kunnen zien. Oh, hij staat hier over de muur heen te glitchen. Het bussen. Hij heeft mij nog niet gezien. Luister jongen, die rechtse blauwe gate, die heb ik nu niet gezegd. Er zijn twee guys. Eentje zit nog wel als te looten en de ander zit de hele tijd om langs de muur te lopen. Oh ja, ik zie hem. Eentje, maar deze heeft geen... Ja, ik heb hem. Hij gaat in één keer liggen. Dus ik weet niet of hij dood is of dat hij gaat liggen. Maar ik heb er eentje. Die komt zeg maar op die blauwe poort kan naar buiten lopen. Richting mijn kant op lopen. Oh fuck, ik ben unconscious, links. Ik heb hem wel geraakt. Nou ben ik dood. Oh ja, ik hoorde het. Die andere kerel, ik weet niet waar die andere kerel is. Links. Bij die barn. Ja, maar die kerel die ik had geschoten. Oh, dat weet ik niet, die had geen wapen. Niet? Nee, die had volgens mij geen wapen. Wacht even dan. Bij die barn zei je? Mm-hmm. Welke kant van die barn vanuit mijn opzicht? Links. Ga ik even met een bocht omheen lopen. Ik ben nu op die heuvel. Op die heuvel, die echt die berg. Ja. Maar het waren er dus drie of zo. Yep. Morgen staan we in stream highlights van een of andere YouTuber. Zo heel slecht waren nu volgens mij. Nou ja, ik. Kom eraan. Ja, en Guus. Oké, vanaf nu ga ik toch de M4 gebruiken.
was ook zo lelijk. Hij glitste helemaal. Bij die boerderij kun je links naar binnen, met zo'n verhoging, zeg maar. Of die boerderij die... Ja, ja, die schuur, ja. En ik zat er, zeg maar, aan de andere kant van de schuur, wat jou aanzegt. Dan tegen de muur aan. Ik zit nou links van die schuur. Hm? Ik zit nou links van die schuur. Hey Guus, wat ben jij gaan doen? Hij is gewoon weggegaan. Ik hoorde, het laatste wat ik hem hoorde zeggen is... oh kut, waar zijn die koekjes ook weer in? Zoiets simpels gaat zal ik ook zeggen net voor hij echt dood gaat. Weet ik zeker. Ja, dat dat op zijn grafsteen staat, laatste woorden. Mam, wil ik mijn pen? Dood. Hey, ik ben nou bij de schuur. Zie je mijn lichaam? Nee. Dus op de hoek van de muur staan. Oh, links van die boerder. Oh, zo, die muur. En dan echt tegen de muur, tegen de hout, tegen die muur aan. Zo goed als ja. Nee, er is nergens iets. Nee, net om het hoekje, hè? Ah, nee, 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 ah, nee, 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 oh, godverdomme. Ben je dood? Mijn kogels waren op en ik had ze in mijn vizier. Holy fucking shit. Oh, nee, nee, rennen, schuilen. Oh, ze zaten bij jouw body. Ah, hebben ze jou gezien? Nee, ja, ze schoten terug, maar mijn kogels waren op. Ik had ze gewoon losgeladen, weet je wel. Oh, mijn hart gaat als een tering, man, wat keer. Twee poppetjes zaten bij je lichaam. Ze hebben mij niet geraakt. Ze hebben een hoop geschoten, maar ze hebben mij niet geraakt. Oh, ik ben nou in de base. Suicidal running. Oh, er staat iemand anders te bloeden. Midden open. Kom op. Ik heb er eentje dood. Nice. Holy shit. Die ene kerel die stond te bloeden. Maar die andere twee die bij het lichaam stonden, die ben ik kwijt. Kut. Holy shit. Oh, ik dacht echt dat ik dood was. Holy shit. Hey guys, ik ook. Meen je dat? Ja. Jezus. Hey, Guus, je hebt iets gemist net. Ik ging naar Guus een luxe lichaam kijken en in één keer zag ik twee mensen staan. Ik ging het hoekje om en in één keer zag ik twee mensen staan. Ik schrok me kapot, dus ik schoot. Ja. Schoot ik nog een keer, gebeurde er niks. En toen? Draai ze heel langzaam op. Lacht even twee seconden. Ah, kom op, raak. Kut, ik had weer eentje gezegd, maar ik heb twee keer gemist. Doe je wapen normaal, man. What the fuck, ik kan niet lopen. Ik kan niks. Oh, dat is fucking irritant. Mijn wapen zit vast. Ah, kom op. Dit is
veel te spannend. Ik zag er eentje lopen, alleen ik miste twee keer. Maar goed, ik heb er eentje gekild. Ik zag ze en ik schoot en toen draaiden ze om en toen kwamen ze op me af. Ah, dood. Fucking hell, ik had er eentje, stond recht voor mijn neus, ik miste. Hij pakte zijn geweer en hij schoot me dood. Ik ben alles kwijt. Oei. Tering, ik heb er in ieder geval eentje dood. Zo, dat is zeer. Maar ja, je doet het wel voor. Dit was wel vet. Alleen, ik ben klaar met die Mozen. Ja, want als je één keer mist, dan hebben we het voordeel. Ja, dan ben ik gewoon genaaid. Ik had die, maar ook als je één keer raakt, want ik had die gast één keer geraakt en toen was ik dood. Ja, ik schoot nou, ik kan die kerel tegen, ik schoot één keer, maar schoot ik net mis. Ja, hij zag mij pas 2 seconden daarna en hij draait om. Hij schiet, tikke dood. En voordat ik kan reloaden, ben ik al dood.